In het kader van Bemelen 1000+ en de Monumentendag 2018 is in de kerk van Bemelen een expositie ingericht van kerkgewaden en voorwerpen uit de Bemelense kerkgeschiedenis. We vroegen pastoor Jos Pijpers naar de herkomst van de tentoongestelde items. Ja, u bent inderdaad hier in de monumentale kerk van de Heilig Laurentius in Bemelen. De meeste van die voorwerpen die hier staan, die zijn in de loop der tijd door de mensen geschonken aan de kerk. En andere voorwerpen die heb ik ook zelf verzameld, maar in principe behoort alles aan de kerk hiertoe. Ja. Dan staan we hier voor een paar prachtige kazuifels. Kunt u daar ons iets meer over vertellen? Nou, dat zijn kazuifels die komen van het atelier van Stadelmeijer. Dat bestond toen de tijd in Nijmegen. En dit is duidelijk een product uit de jaren 50 ongeveer. Een kazuifel en twee dalmatieken voor de priester, de diaken en de subdiaken. Er is maar één stool bij, aan de rechterkant kunt u dat zien, voor die twee dalmatieken, want alleen de diaken had een stool, een diakenstool over de linkerschouder. Dus dit is een goud driestel, een gouden driestel. De gouden driestel, dat mocht rood, wit en groen vervangen, om het extra feestelijk te maken. Maar het mocht niet in die tijd zwart en paars vervangen, dat kon niet. Maar dat gouden driestel werd vooral op feestelijke dagen gebruikt, niet op alle dagen. U kunt verderop in de kerk ook nog een ander kazuifel zien, en nog ouder dan dit. Dat is ook een goud kazuifel voor feestelijke gelegenheden. Dit zijn gotische kazuifels. En die rechte kazuifels, zoals die daarin hangt, dat zijn Romeinse kazuifels. Die kazuifels, waren die eigendom van de priesters of waren ze eigendom van de kerk? In de regel waren die eigendom van de kerk, want het was een kostbare aangelegenheid om die dingen aan te schaffen ook. Hè. Dus dat werd gedaan door de parochie. De parochie schafte die aan. En in die tijd gebeurde het nogal eens dat bij bruiloften, bij feestelijke gelegenheden, een mis met drie heren werd gevierd. Dat kennen we niet meer tegenwoordig. Vandaar ook het kazuifel en die twee dalmatieken voor de diaken en de subdiaken. Tegenwoordig spreken we van concelebreren. En dan zie ik ook dat daar verschillende hoofddeksels bij horen. Ja. En die hebben dus ook een bepaalde betekenis? In vroege dagen, dat kunt u ook op de foto's zien over de parochie in de voorhal van de kerk, in het portaal van de kerk. Hè, werden die door priesters nogal gedragen, gewoon door de week. Hè. Op zondag ook, maar ook tijdens de diensten werden die bonnetten noem je dat, die werden toen gedragen. Deze die u hier ziet, die is nog van mij. Toen ik in 1964 ingekleed werd, zoals dat heette, en mijn klerikale kleding aankregen. Dus van die tijd heb ik dat nog, maar de rest heb ik niet meer. Dus. En dat andere kleine hoofddekseltje, dat is zo'n kalotje of een solideo wordt die ook wel genoemd. Alleen voor God, dat nam je alleen af als je dat al droeg met de consecratie. Als je consecratie, ja. Dus als de woorden van de consecratie uitgesproken werden, dan ging dat klotje af, die solideo, en werd pas weer opgezet na de communie. Werd gedragen door sommige priesters, niet allemaal. Wordt wel gedragen altijd door bisschoppen en de paus natuurlijk. Ik zie hier een aantal liturgisch vaatwerk, zoals u dat noemde. Wat kunt u ons daarover vertellen? Ja, we hebben hier een aantal kelken, patenen, en vaten voor de heilige oliën, monstransen neergezet om aan de mensen te tonen. Het is in de loop der tijd door de kerk aangeschaft. Sommige zijn ook uit de privécollectie. En die hebben wij willen tonen om aan de mensen ook kenbaar te maken wat de parochie heeft eigenlijk. Want die staan goed deels in de kluis en komen er maar zelden uit. Zeker tegenwoordig, nu er geen lof meer is en zo. We gebruiken nog wel de monstrans die één keer per jaar voor de viering van Witte Donderdag en natuurlijk ook voor de bronk. Thank you.
Dit is een reliquie van de heilige Laurentius, is halverwege de 18e eeuw, geschonken door de graven, de gravin van Tilly. Daaronder staat ook in het Frans, prie Dieu pour le comte et la comtesse de Tilly. En ja, om hun naam voort te laten bestaan, maar vooral ook dat gebeden zou worden voor hun zielenrust. Deze reliquie, die kan eruit gehaald worden en er is er een klein ringetje aan de achterkant. Dan hield de pastoor dat vast en na de mis, vooral op het feest van de heilige Laurentius, dat is 10 augustus, na de mis, dan bood de pastoor dit aan alle mensen die naar de kerk kwamen. Dan kon iedereen de reliquie kussen op de dag van de heilige Laurentius. Ondertussen werd natuurlijk tussen iedere persoon het ding afgeveegd om het toch een beetje hygiënisch te houden. Hè? Maar dat was gebruikelijk voorheen. Ik denk niet dat ik dat nu kan doen, want dat gebeurt niet meer, nee. Dit gebruiken wij voor de Blasiuszegen, dat is 3 februari. Dan wordt het gebed gezegd over de mensen, dus tegen bescherming tegen ziekte van de keel en alle andere kwaad. Hè. Dus op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, mogen de Heer u beschermen tegen ziekte van de keel en alle andere kwaad in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan worden de kaarsen, die worden gelegd op de schouders van de persoon die gezegend wordt. Hè. Dat is nog heel gebruikelijk hier in het dorp.